Hallo allemaal, dit is een berichtje voor alle ouders en verzorgers van onze kinderen op Latijn. Ik ga je even een minder gezellig bericht sturen. Wellicht heeft u dit bericht gezien op de pagina van de NOS. Een bericht over de noodopvang, maar ook een bericht over de druk thuis. Ook een bericht waarin diverse rollen worden besproken van ouders, van de school, maar ook van werkgevers. Nou, interessant om te lezen. Maar wij herkennen ons wel in dit stuk en ik denk dat u thuis zich er ook in zult herkennen. Een deel waar wij ons in herkennen is dat de noodopvang onder hoge druk staat. En daar bedoel ik mee, hij zit vol. Onze prioriteit als school is in deze tijd dat we het thuisonderwijs goed gaan regelen. En ook een opdracht voor de school is dat we kinderen opvangen in de noodopvang. En dat betekent dat ouders die een cruciaal beroep hebben gebruik mogen maken van de noodopvang, maar ook kinderen in een kwetsbare situatie kunnen daar gebruik van maken. Dat gebeurt ook. Maar wij merken ook dat de noodopvang moet ook bemand worden. En dat legt ook weer druk op het thuisonderwijs. Want op het moment dat er 20 tot 25 kinderen op school zijn en de leerkracht die dat doet samen met de studenten die we hier rond hebben lopen, die geeft ondertussen ook nog online les. Dat vraagt veel. Aan de andere kant, het vraagt ook veel van u thuis met het thuiswerken. Het is allemaal een ingewikkelde tijd. En iedereen heeft zo zijn portie. Nu lijkt het er zelfs op dat aankomende dinsdag het bericht zal worden gegeven dat de lockdown wordt verlengd. Nou, daarover ga ik u even informeren. Mocht dat het geval zijn, dan gaan wij de noodopvang opnieuw inrichten. En dat betekent dat u uw kind weer opnieuw moet gaan aanmelden. Maar wij zullen iets strengere richtlijnen gaan hanteren. Zodat de druk van de noodopvang afgaat en dat de kwaliteit voor het thuisonderwijs vanuit school online ook gewaarborgd blijft. Deze striktere criteria die zullen volgende week door Best Onderwijs met u worden gedeeld. Dat betekent dus ook dat alle scholen in Best deze richtlijnen zullen gaan hanteren. Het is niet zo'n heel gezellig bericht zo vlak voor het weekend, maar ik denk ik kan het maar vast in de week leggen. Het is dus een bericht wat pas zal gaan gelden als de lockdown verlengd wordt. Nou, ondanks dit wat mindere weer en minder gezellig bericht, wens ik u toch een heel fijn weekend.